Wij zijn Hanno en Rodé Tramper en wij brengen hoop voor gebroken harten en delen dagelijks over de liefde van Jezus in Hongarije. En toen werd Maud ziek, heel ziek. De huisarts stuurde ons meteen door naar het lokale ziekenhuis. Er werd bloed afgenomen en we kregen de uitslag. We moesten met spoed met de ambulance mee naar het kinderziekenhuis in Boedapest. Maud haar leverwaardes waren boven de 4000, terwijl ze bij een gezond persoon rond de 80 zijn. Wij zitten op de afdeling, de quarantaineafdeling. En dat is echt vanwege het infectiegevaar voor Maud. Wij zitten hier zo aan de paal vast, de infuuspaal. Ja, daar krijgt ze ook de antibiotica door. En daarvan achter zie je ook Maud haar bed. En daarvoor mijn bed. Nou, dit is dus onze kamer. Nou, Maud gaat het wel een beetje goed, hè? Nou, Maud die krijgt weer een antibiotica shotje. En ondertussen haalt ze mijn portemonnee leeg. Ze moet ook stilzitten als ze aan dat ding vast zit. Dus ja, dan maar eventjes met mama's portemonnee. Ik ben echt even buiten nu. Echt aan het genieten van de zon. Het is 4 dagen geleden dat ik buiten ben geweest. Dus ik waardeer het heel erg. Ik mocht even 20 minuten naar buiten met Maud. Dat is echt heel bijzonder dat dat mocht. En ja, ook omdat ze natuurlijk gewoon echt laag in de weerstand zit. En dat is gewoon gevaarlijk. Dus... Maar ik zei, mag ik alsjeblieft even een rondje doen? Nou, dat mocht. Helaas mochten Stan en Fleur niet op bezoek komen. Maar omdat ik hun zo miste, besloten we om te wisselen. Hanno bij Maud in het ziekenhuis en ik speelde buiten met Stan en Fleur. Maar omdat ik 20 minuten naar buiten mocht, waren we dus heel even met z'n vijven en dat was echt fantastisch. Ja, leuk hè, weer lekker samen. Deze lijst moet ik dus iedere dag bijhouden. Wat ze eet en hoeveel luiers ze heeft. En ik moest ook iedere keer als ik haar verschoon ook temperaturen. Dus nou, dat hou ik dus netjes op tijd zo bij. Maud knapte gelukkig heel snel op door de 2 antibiotica kuren die ze kreeg. Na een paar dagen kregen we de bloeduitslagen binnen. Door een bacterie was haar lever uitgevallen en volgens de artsen waren we er maar net op tijd bij. Hanno kwam iedere dag langs en nam dan heerlijk eten voor ons mee. Ze wil echt niet in dit bed slapen. Dus dan maar in de draagzak. Hey. Nou, wij hadden gisteren een hele zware dag, vooral ik. Ik heb gewoon zoveel stress van alles dat mijn haar gewoon met plukken uit ging vallen. Ik heb zoveel lieve berichtjes van iedereen ook gekregen dat ik echt gewoon letterlijk een hart onder de riem kreeg. En ik heb ook lekker eten besteld, Nederlands, een tosti en een stroopwafel en gewoon eventjes in een Nederlands restaurantje. Dus het gaat weer goed, de goede kant op, met Maud en met mij. Wij mogen naar huis! Wij mogen naar huis! Wij zouden eigenlijk vandaag naar huis mogen. We keken heel erg naar uit. Maar ik kreeg zondag hele hoge koorts. Dus vandaag dinsdag. En nou, Maud is ook, heeft hele hoge koorts gekregen. Zo, ik schrik eerlijk gezegd van mezelf, als ik me zo zie. Echt, man. Ingevallen wangen, gewoon heel veel afgevallen. We bleken allebei COVID te hebben, maar gelukkig mochten we een paar dagen later toch naar huis. Ze is weer thuis hoor, snel naar binnen.
Rodé en Maud waren net op tijd terug voor de kerstviering. En maanden geleden begonnen de voorbereidingen al. Het begon allemaal met een droom van Rodé. Ze wilde dolgraag alle kinderen verrassen met mooie kerstkleding. En toen we in Nederland waren, zocht ze met zorg voor iedereen een prachtige jurk uit. In totaal haalde ik 17 kinderen op en dan wat lekkers werd er druk geknutseld. En tijdens het knutselen namen de kinderen één voor één mee om te verkleden en gingen we daarna bij Lila op de stoel. Deze topper heeft de haren van iedereen mooi gemaakt. Daarna moest alle energie er buiten uitgespeeld worden. En met een frisse neus gingen we daarna eten. Een heerlijke maaltijd met kip, rijst en een heerlijk toetje. Voor alle kinderen was er een gevulde rugtas. Je had hun stralende gezichtjes moeten zien. Het was geweldig. En tijdens het eten vulde ik de bus weer. En deze keer haalde ik alle ouders op en die kwamen luisteren naar het kerstverhaal. We zongen kerstliederen en alle kinderen mochten de kerststal vullen. Wat was het mooi om met elkaar de geboorte van Jezus te herdenken. En de meeste mensen horen dit voor de eerste keer. We kijken terug op een prachtige dag. Sinds een paar maanden worden er een aantal Hongaarse gezinnen gesponsord door gezinnen uit Nederland. Als sponsor geef je aan een gezin, niet alleen in giften, maar ook in brieven en gebed. Alle drie zijn ze ontzettend belangrijk. Wij brachten bij dit gezin brieven, babbelaars en een cadeautje. Dit gezin is erg blij met alle aandacht en medeleven uit Nederland. Oudjaar, daar horen toch oliebollen bij? Dit jaar maakte ik ze volgens het recept van Kees Holtkamp. Deze oliebollen staan bekend als de beste van Nederland. Terwijl er aan de ene kant van de tafel oliebollenbeslag werd gemaakt, hadden Fleur en Grassie een meidenmomentje aan de andere kant van de tafel. Er werden nagels gelakt en maskertjes opgedaan. Zowel Nederlanders die in de buurt wonen, als onze Hongaarse buren en vrienden, vonden de oliebollen erg lekker. Er waren zelfs mensen die er volgend jaar wel wilden bestellen. Nou, dat doe ik graag, want een jaarwisseling zonder oliebollen bestaat voor ons niet. Gaat goed? Ja, zeker. Kijk maar. De eerste zijn bijna klaar. Kijk, die zo bijna een beetje bruin aan het worden. Als er een kind van de kinderclub jarig is, dan gaan we op bezoek en brengen cadeautjes, kleurplaten en taart. We zingen voor de jarigen en hebben veel plezier. Want zeg nou zelf, ieder kind heeft toch recht op een onvergetelijke verjaardag? Ondergaande zon en op het ijs. Alleen zonder schaatsen en zonder slee, dus niet echt goed voorbereid.